Hey guys, and welcome back for the second part of this Airsoft gameplay video from the Woodland Warriors NL. In the first part of this video, we dominated the enemy team, so for the second part, they challenged us to play a little bit unfair. The enemy team has 22 players and we only have 10. With our 10-man team, we need to defend this village and stop the enemy from capturing an ammo crate. Let's dive right into the action. Ik heb hier op... Check. Ik pak het hutje met de badkamer. Contact de hoofd van het politiebureau. Focus rechts. Hij is afleiding. Via links, helemaal links, helemaal links. Yep. Blijf laag, neem hem mee. Daar blijven. Watch it. Ook voor ons. Check. Blijf laag. 3 man hiervoor. 4 man hiervoor. Ja. 4 man door het midden. Hit! 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 Ben ik! Kom hier! 11 man! 4 rechts! 4 links! 4 links! Dek links! Dek links! Jo! Neem maar links over. Jo! Wat moet ik doen als ik verhield word? Dan ben je weer in het spel. Je mag alleen niet bewegen totdat je. Ja, als je geraakt bent. Ik ben steeds geschoten, dus. En je mag een paar stappen opzij doen om uit de vuurlinie te komen. Nu ben je er weer. Laat me weten als je een medding nodig hebt ergens. Jongens, we hebben hulp nodig in de grote villa. Pas op voor rechts, pas op voor rechts. Achter dit huis, achter het huis al.
Martin, focus houden. Ja, ik zie het al. Het. Dan heb je weer een extra medic bandje. Heel. In het gebouw waar ik net zat, zat een rooie. Ja, let's go boys, let's go! Let's go! Kill you, ik voor je! Kijk ook achter je, heen naar de zuiden volgens mij. Kill you! Je bent compleet geamboost, ja. Waar is die toch? Daar, links in het weggetje. Neem de villa terug! Ja! Suiker! Ja, suiker zuiver, hè! Wat? Eentje is suiker, ik weet niet of ik hem geraakt heb, bij familie Pollenkoek. Ik heb dit gebouw nog één! Let op, zandpoort, naar richting rechts hier! Oh, hè? Achterhuis! Hij zit in villa! Hé, Pax, gaat de villa in! Boostra, let op je rug! Ja! Let op je rug! Ja! Ik heb nog meer hier! Tweede man richting de villa! Ja! Villa is niet leeg! Hit! Villa is overgenomen, villa is overgenomen. Yo! Yo! Chris, links, links, Chris, links, links. Achterin. Villa is voor ons. Contact neemt af. Zijn je rood van pakken? Ja, ik heb een villa, die heb ik bij kant niet gelet. Ah, nee. Nog één pakje achter het huis, achter Viva. Yo. Als je daar niet te druk hebt, mag je wel even springen. Check! Met ik ga naar linkerzijde, met ik ga naar linkerzijde. Yo. Twee man satellietgebouw, opgetrokken via drukflap. Je mag alleen voorwaarts gaan met daily. Oeh, leeg. Godverdomme. Op de heuvel, op de heuvel. Daily, rotonde!
Als jij hem bezig houdt, ga ik rechtsom flanken. Ja, Daley is ook rechtsom. Linksom, Daley is linksom. Hou hem bezig dan, hij is nu gefocust op mij. Mooi! So eventually the enemy team manages to capture the villa and also secure the ammo container, so they won this game, but we made it pretty hard on them. For a match with only 10 players against 22, I think we did a pretty good job. Thank you all for watching. I hope you liked this video. If you did, please leave a like. Subscribe to my Airsoft channel for more airsofting videos coming up in the future. And I hope I will see you on the next one. Yeah, I have